sentire. Hallo. Hey baby, en laat u tattoo zien. Heb je echt een tattoo met mijn naam? Nee. Nee, hè? Nee. Niet waar, hè? Niet op, maar nu weer. Ik zou nog als waar moeten, eerst nog moeten sparen, denk ik Nee, in die dan. zotin waar ik geblokt was omdat ik zei dat ik er niet verstond. En welke zotin was dat? Mensen, kom aan, spaghetti guy. Hé, hey, wil ik koken? Wil ik koken nu? Wat uur is het? Het is 12 minuten na 12. Wil ik nu eten maken? Voor Ja. ons allemaal? Oké, okay, ik ga hem meepakken naar de keuken. Ik ga echt gewoon koken. Even Weet je wat boos ik ga kijken. maken? Nee. Dan gaat je ze niet zien ze. Ik ben de vrouw van het snel klaar eten. Ja, wacht. Ik moet even de frietketel aan de kant zetten, want het staat. Wacht, hè. We gaan de frietketel opzij zetten. I'm going to make the food om 13 minuten na 12. We hebben een grote kastrol nodig, dames en heren. Oh, Sil, dat ga ik voor u ook een keer klaarmaken. En je gaat dat echt heel lekker vinden. Ik ben. En dat is echt heel... Wat is dat gezondheidswaarschuwing? Hé, hey, fucking idiote TikTok, ik ga eten maken, ja. Dat is geen gezondheidswaarschuwing, hè, strand van het. Ja. Dat kan er ook op. Oké. Zo, dat is echt gemakkelijk, hè? Kent je dat? Cappelletti. Kent je dat? Nee. Oké, okay, dan kent je dat nu. Dat is iets pasta met ham erin. Ah Dus we ja. gaan water zetten, dames en heren. En daar doen wij een sneetje zout bij. Wacht, hè. Moet genoeg water hebben, hè. Ja, dat is belangrijk. We zetten het water op het vuur. Zo, zout. Maar dat is echt wel lekker. Wacht, we gaan dat gat groter zetten. Hey, allemaal welkom. Ik heb echt honger, eigenlijk. Wat maak je? Gebruik je... Ik maak nu cappelletti met tomatenmascarpone. Dat koop je gewoon in een Okea. Dat is klaargemaakt. Tomatenmascarpone. Dus dan pak je een kast... Wacht, hè. Je pakt de pot. Kijk, ik heb twee pakjes van die cappellini. Het is gewoon 20. Het is 11:15 en ik ga eten maken. Ja, Jona, ik weet het, mama is gek. Kijk, en daar zit zo'n lipje aan. Maar dat is, ik ga jullie dat maakt niet uit dat het nacht is. Ik ga jullie dat bewijzen. Dat lipje dat dient voor de onsen jat. Want je trekt dat eraf, kijk hè. En toch moet je nog een mesje pakken, want je trekt gewoon dat eraf. Ja, dat is. Sil, ik ga dat echt een keer klaarmaken voor u. Dat is echt... Oei, wacht. Ik moet het velletje hebben. Dat is echt... Lust je... Ja, allee, mascarpone, lust je dat? Ik heb Oei, er dat nog is nooit pas... iets gedaan. Kijk, dat is zo... Ja? Dus dat doen we in de pot. Oei, de kat biedt voor de dingen komen. Brokkenpapsel, ik weet niet, 8 bollen te keer af. Dus ik heb zo twee potjes. En ik heb twee potjes van, twee pakjes van dat, hè. Cappelletti. Ik haal dat gewoon in de oké. Sil, als je dat voor jezelf zou maken, moet je zomaar één pak nemen en daar komt 2 dagen van eten. Oké. Die week bestaat hier niet. Wat? Nee, die hebben die niet. Toch niet dat ik weet. Maar jawel, als ik naar u kom, ga ik mee naar de winkel en dan ga ik u het alternatief wijzen. Dat is goed. Die vers maken wordt niet goedkoper als je dat gewoon klaargemaakt koopt. In de koolruit, ja, daar is dat ook. Ik vind dit leuk om te kijken. Dit is
eten maken als een lui wijf. Ja? Dat is echt wel lekker, Sil. Ik zweer het u. Als ik dat klaarmaak voor u, ga je smullen. Dat weet ik zeker. Uw eten is altijd lekker, hè? Zelfs koud is al lekker. Dus mijn water staat op voor de pasta. Dat is pasta, hè, mensen. Dat is met vlees. Dus dat is pasta. Dat is gelijk ravioli ongeveer. Maar zo heb ik dan... Omdat we hier bij drie zijn omdat ik dat heel graag lust. Neem ik altijd zo twee pakken. En twee potjes... Dus normaal gezien, als je één pak neemt, heb je zo... Oké, stil, wacht. Waarom eet je zo... Omdat ik honger heb. Helga, kent je de zanger Nick Gers? Fuck u! Dus dat is tomaat mascarpone. Als je zo één pakje neemt, dan pak je zo één dingetje. Maar ik pak twee pakjes saus en zo twee van die dingetjes. Wacht even. Jaren heeft een afwas niet gedaan. Het was vandaag Jaren zijn beurt. Een potje brengen, dan krijg je chocomousse in de plek. Zero, waar woont jij? Dat is echt lekker, hè? Wat vond je van Fear Street? Door Fear Street kan ik niet meer live op mijn main account. Ik ben geblokt op mijn main account. Ah, in Lumme. Zero girl, that is very close by. Do you have a car? You come to me and you can eat with me. Dus dat is eigenlijk zoiets gelijk... iemand van Lumme. Ik ben van Herring de Stad, dus we wonen eigenlijk allemaal... Ben je boos op mij? Nee, Soto, echt niet. Maar ik wil eten opmaken om 11:20. Dankjewel voor de eindiging. Maar ik heb just gegeten. Ja, want nu wil ik echt wel chocomousse. 0-0. Zero girl. Ik heb zin in chocomousse. Kan je die pasta instonen? De naam. Ja, dat is gewoon van het merk Boni. Dat is het goedkoopste van het goede. Ik woon... Wauw, woon geen rummen. Hey, dat is echt... Dankjewel voor de bouw. Romina, what the fuck? Heb je niet met mijn zoon verkeerd? Romina, ben je boos op Jamila? Nee. Waarom? Romina, heb je niet met onze Kian verkeerd? Of is dat je zus? Nee, mijn zoon heeft die alles weer. Uitdaging. Hè? Dat komt erop snel eens. Uitdaging staat erop, zie je? Hé, hey, kom, geef ons alle twee roosjes. We moeten roosjes hebben. Dan krijgen wij dubbel. Gift! Kom, doe het dan lekker even die belachen. Wij vragen normaal nooit om gift. Dat is Nutri-score B. Dus dat valt nog mee. Nu doen we zoon ook Kian. Ja, mijn zoon is Kian, maar ben Y. Romina. Nee, wacht. Bij wie was Kian van dingen? Nee, zoom, man. I am not. Zo, man, kom eten met mij. Hoe ben ik aan het zagen om gift? Oh, niet zo wat Kian. Nee, KY. Geen geld geven, mannen. Oké, de vrouwen mogen dus wel geld geven. Dankjewel. Ik mag niet van mijn ouders, als je minderjarig bent, mag je sowieso niet giften, hè? Amai, ik zou nog wel iets willen eten, maar ik moet flink zijn. Na 20 uur eet ik niet. Kom, Zoeman, doe het een keer niet belachelijk, joh. Een tête-à-tête. Doe maar jij niet een tête-à-tête. Jullie mogen ook liken, hoor. Ja, jullie mogen ook liken, hè. Het is niet dat wij u dat verplichten of dat wij u dat verbieden, hè. Dat is waar. Dat is waar, hè. Ja. Tette! Het is niet erg, Mali. I snap you volledig. My water is getting hot now. So I have to put my dump cup on. Gooi er tette op tafel. En dan die tafel in twee breken of wat. Dus we gaan... cappelletti maken met tomaten mascarpone. Ik heb daar zin in al.
Giftgooier, ze gaan blokken, blokkeren en raren. Oké, mensen, kunt je mij één roosje geven? Want er zegt iemand dat ik een giftgooier ben. Heb ik al zout in mijn water gedaan, Sil? Ja, dat heb je al gedaan, ja. Van hier gooien die van mij kunnen een F-cup aan. Ik heb een dubbel D. D-E-F, dus nee, ik zit nog niet aan de F. Ik heb een dubbel D. Juna. Hé, maar ga ik nu echt koken voor mij alleen? Komt er iemand eten bij mij? Serieus? Ik zou willen, maar het is te ver. Dank u voor het roosje, Lukaku. Welke heb jij zo? Wat? Hey, nee, niet op antwoorden. Ze zijn bezig te vragen welke cupmaat jij hebt. Nou. Sil is gewonnen! Ja, het is super dat ik ze weet. Romina! Moet ik je komen halen, Romina? Komt je eten bij mij? De Biesemstraat kan de Biesemstraat zijn. Mijn schoonzus en papa woont daar. Die had vroeger die tv-winkel daar. Yassin! Zing een liedje en ik gift. Ik ga niet zingen voor een gift. Ik wil zingen, maar niet voor een gift. Sure I can leave a light on. Let it shine on. Leave it till dawn. Sure I can leave a light on. Leave a light on for you. Nee, zing maar niet. Beertje Bol is af. Ja, ga even aan je chef trekken of zo. Wacht, mijn hond heeft dorst. Wacht. Dank, wat geeft je mij nu, man? Wat is dat wat je gekregen hebt? Een Happy New Year. Oh, ik ben de water daarnaast. Dankjewel voor de Happy New Year. En voor de micro. Drinkje gegeven, ja, hè? Dank je, Mat. Oké, mijn water is bijna aan het koken. Hoe lang moet dat? 10 minuten maar, dus dat is heel snel klaar. Het is echt eten voor de luie wijven. Het is echt wel lekker. Tok. Ja, ik heb de tok thuis staan, ja. Dus pas maar op, hè. Ken ik u? Zende Joeri. Joeri in mijn life. Ik zit de Joeri, zit je een dieren? Ik heb een schaar nodig, mensen. Het was heel gekregen op z'n land. I got the scissors right here. And I knip open the zakjes. And when you knip open the zakjes, it is almost ready, yeah? Then I have to take the vergiet. Die kat heeft echt je kerstboom omgegooid. Ik zit de Joeri, I... Geen één keer na nieuwjaar. Wat, lieveke? Dus, die dingetjes, dat ziet er zo uit. Kijk, Sil. Ah ja, ik zie het. En daar zit vleesje in. Ja? Oh, ik moet mijn saus ook opzetten. Wacht, welk vuur is dat? Mijn saus staat ook op. Live gaan, waarom? Geen één keer na nieuwjaar live gaan, waarom? Omdat ik het live gaan op TikTok eigenlijk een klein beetje beu ben. Is dat een soort blotje? Nee, want blotje is aardappel. En deze is echt pasta met vlees erin. Ik heb 500 likes gestuurd. Dankjewel. Mensen, wat doet je aan een kat als die constant u... Wat heeft ze in haar poten? Hé! Hey! Leo? Wat heb jij vast, ja? Oh, is dat de kerstboom? Die heeft de kerstboom ontduwd. Serieus. Oké, okay, eens testen. Ik wil ook kort aan een oké. Okay. De oké okay is een herrika, ja, zero girl. Op TikTok kan je toch live geld verdienen en op Insta niet? Nee. Gewoon heel hard roepen op de kat. Die luistert niet. Zilver papier onder je boom leggen. Ja, zeg, nu zal ik de moeite niet meer. Hey Iris! Iris, ik ben nog eten aan het maken. Kom naar beneden, wij gaan smullen. Kijk. Ik ben eten aan het maken. Ik heb een action in het dorp. Wij niet. Wij hebben een Carrefour in het dorp. Maar echt geen ene keer.
Nee, ik weet, dat weet ik toch niet, of zij. Shotty, ik weet dat niet. Oei, mijn water is aan het koken, wacht! Nee. Nu, mijn vlees in het water. Iris, kom eten. Iris. Iris! Nee, ik ben geen meisje, ik ben een jongen. Kan er iemand timen? 3 minuten. 4 minuten. Wie timed? Het is 27, 8, 9, 30, 31. Dan gaan we de vuilbak gooien nu eens. En mensen zeggen tegen Iris dat ze naar beneden moet komen. Ik ben speciaal aan het koken. Heb ik hier water gesmodderd daar juist? Ja, precies. Ik denk het. We pakken ook een vergiet, mensen. We zetten dat in de poembak. Annabel. Ik time wel. Tot wat uur was het? Hey, Sophie, welkom. Mensen zeggen tegen Iris dat ze naar beneden moet komen. Wat wou je nu tegen Joke Poken zeggen? Ja, waar is Joke Poken? Die kan komen om te eten. Die kan daar niet toe. Ik zal morgen verlof vragen. Waarom? Ik kreeg er de schuld van dat er mensen iemand volksverzoeken sturen. Terwijl ik er helemaal niks mee te maken heb. Ik kan ze niet meer uitnodigen, of wat zijn, ja. Dat die keer in allemaal bij hun eigen bezig gaan, bij hun eigen. Ik probeer, dan kan ik nu komen eten. Ja, kom! Iris! Binnen 3 minuten is het klaar. Ik zal mijn fietsje afkomen. Hé, heb je mijn laatste filmpjes gezien, Sil? Mijn liedje? Ja. Wat vind je? Mooi. Echt? Ja, ik vind het altijd mooi als je zingt. Romina, ik kom eens af, ja? Nog 2 minuten, oké, Yassin. Romina, maar heb je met Kian verkeerd? Met mijn zoon. Ah nee, want die woonde in de Ketelstraat, dat meisje. Ik zou willen komen, maar ik woon in Brussel. Ja, tegen dan is dat koud. Ik heb wel een micro geloofd. Oei, wacht, mijn saus is aan het fruttelen. Roeren, roeren, roeren. Even in de saus roeren. Dat is die Leo. Twinkle, twinkle. Dat hebben we nodig. En verder ken ik het niet. Nog een minuut. Oh, wacht, mijn saus is nog niet klaar. Het gaat goed, het gaat goed. Het gaat altijd goed als ik een zorgmama zie. Het gaat lekker zijn. Zou ik met mijn fiets komen? Ja, kom maar. Dat is mijn saus is al warm. Bert soep gemaakt. Ah, lekker. Dat is waar. Ja, maar mijn muts op had, dat is eigenlijk wel grappig. Hè. Dat is niet ongedaan. Hoe lang nog? Nog een minuut. Dat kan niet, dat was juist toch een minuut. Ja, daarnet was ook een minuut. Dus die minuut opdoen. Tot 31 was het. Ah, ik heb gewoon heet water. Iris, kom naar beneden, mens. Godverdomme. Hé, hey, Stanny, stop. Iris is daar. Iris gaat komen eten bij mij. Het is tijd. Ja. Die kerstboomen. Mensen, de pasta is gekookt. En nu... De lepel is in die... Oh, je mag niet eruit gaan vissen nu. Begin maar te vissen. Mooi, hè. Je hebt een mooie kleur gekregen. Ah, maar die kastrol is warm. Je steekt nogal wat uit. Nu doet je gewoon de pasta in de kom.
Moet ik je een compliment geven? Je mag altijd, maar je bent niet. En nu kap je gewoon heel die saus erbij. Kijk. Plets. En dan pak je een lepel. En dan roeren. En je roert. En dat je... Laat de taboe, de tattoo zien. Welke tattoo wilt je zien? Die? Ik laat die andere. Ik kan hier eerst gaan lekker eten. Wij eten dat graag. Ja, Iris. Ja, van de stad. Oh, ja, van de stad. Ik was dat ik het toch nee, Donnie. Ronnie. Dat is toch geen bord? Ah, ja, maar dat is goed. Is dat geen meer? Dat is goed. Wacht dan. Ja, maar dat is... We pakken we een lepel. Waarom kook je zo laat? Omdat ik honger heb. Kijk, dat is zo... Ah, dat is warm. We doen nachtwerk. Kijk, stil, ik ga het u laten zien. Dat is op vuur, jongen. Ben je een nieuwe tattoo laten zien? Nee, die heb kijk. Ik al... Oh, zo lekker. Het ziet echt lekker uit. Dat is ook lekker. En dat is kwijt niet gemakkelijk. Alsjeblieft. Ik kan hier eens gaan lekker eten. Ik ben wel van plan om dat toe te laten zetten. Eh? Nee, ik moet dat tattoo eens zien, maar ik heb er geen momenteel. Wat tattoo moet ik laten zien? Wat zeggen ze? Nee, ik. Wie, ik? Nee, ik. Hij stond hier helemaal op. Ik had al zo gedaan met Stip. Maar je kunt er wel een beetje zien. Kijk, als je goed kijkt, dan is hier nog Elga staan. Wat doe je als nachtwerk? Eten. Maar dat kan hij, dat je het eten moet proeven zo. Dat moet bestaan, dat je altijd het eten mocht proeven. Pak je rollen mee, wacht. Pak je rollen mee. Nee, wat de fuck doen met de laptop gisteren? Wat scheelt? Doe ik met de laptop ook echt? Ja. Maar kijk, hè. Dat klopt niet bij dat. Dus mensen, kijk. En dat is echt lekker. Laat het dus maken. Oh, stil, ik ga dat echt voor u ook eens klaarmaken. Dat is goed. Kijk er naar uit. Helgio, doe je hè. Oké, Mali. Ik heb ook honger, Romina. Nou, dan moet je komen. Dat is echt lekker. Is het goed? Wat vind je... Jij met u eten en ik met mij eten. Sorry, ik kan het niet te goed zien. Stelte, heb je honger? Nu hoe ze eet, schrijft iemand. Normaal, nooit in mijn life. Nu wel. Ik krijg er honger van. Helga, mag ik dat bij u thuis een beetje komen halen? Ja, kom maar, Lucas. Jij woont hier vlakbij. Kom gewoon, kom eten met mij. Maak boven spaghetti. Nee, dat ga ik je niet maken, pasta. Maar deze is echt gemakkelijk gehaald, hè, gewoon. Die tomatenmascarpone, je haalt die pasta. Deze is gisteren gemaakt, de pasta. Kom maar halen. Ja, Lucas, kom nu. Want ze biedt je zo. Voor de 25 uur zit het op, ja. Oh, er is nog in de kastrol. Ik vind je echt een toffe, dankjewel, Sarah. Maar je bent ook helemaal goed. Het is een RS4 met een auto. Wat is een RS4? Ik weet niet wat dat is, ik heb een Citroën met Berlingo. Als je morgen komt, Lucas, is het op. Ja. Kom, sneak uit uw raam gewoon. Kom gewoon. Uw mama moet dat niet weten. Lucas, er was een vijf in de week, er iets verder. Je hebt geluk, ja, maar ik heb het toch niet, Lucas. Ja, je hebt Charles, Jaron, lust dan niet. Maar waar woont je, Lucas? Slap, heet die, ja, nu. Ik breng het, hè. Dank je voor de micro. En voor de TikTok. Als huis zijn. In Herk, ja, maar... Kort bij mij toch? Hij woont geen in mijn straat.
Lucas. Hey, Pam. We gaan niet verliezen, hè. Wat zijn we aan het doen? Spelletje aan het spelen. Heb je nog een bijnemer? Nee, dat heb ik niet. Jullie zijn zo goede mensen. Wanneer doen jullie samen eens een TikTokje? Wie? Ik en jij? Ja, wij samen, ja. Stel, dan kom jij morgen eten maken voor ons. Jij mocht dan. Jij mocht komen, maar je moet wel alles zelf meebrengen, want ik heb niks in huis, joh. Ik heb echt honger, maar ik ben aan het eten. Hey, Demir! Ja, kom maar koken. Leo is met dat klein jam aan het spelen. Leo? Mm-hmm. Oké, okay, Flor komt morgen koken voor mij. Blijkbaar. Maar jij meent dat, hè? We zijn bij 3, hè? Hey, Demir, heb je honger? Ik heb juist eten gemaakt. Maar schrijf dit te maken. Nee, geen boodschappen. Als jij voor mij wilt komen eten koken, dan moet je alles zelf meebrengen. Ook mee eten. Hè? Je mag zelf ook mee. Maar je mocht zelf ook mee eten, hè? Dank je voor de gift. Alles gaat goed met oh, mij. Dat is dan niet, Flor. Nee, Flor, dat is niet lief van u. Nee. Ik had gewoon gezegd. Dan dank je. Alles de kat is bij mijn. Nu ben ik nog verloren, man. Je kunt het niet halen van mij. Echt? Die kat is echt gewoon met mijn klein geld hier rond rondspelen. Ik ben 15, dat weet ik. Denk je wel. Kom je. Nee, Jessica. Kijk, nu heeft hij dat eruit gegooid en nu is dat niet meer interessant nee. Genoeg. Ja, nu heeft het zelfs op de kerstmoment. Ja, mijn hond is aan het mee eten. Wat? Ja? Denk je dat mijn naam... Ben... Leo. Ik wil niet meten. Is dat Yuka dat dan een keer in zijn bol zag? Hoe maak je dat wat je eet? Dat is gewoon een zakje met pasta en een potje met saus. En dan is het klaar. En dat is klaar, maar dat is echt wel lekker. Hoort, Iris vindt het zelfs lekker. Iris zegt, oh, ik ga nog wat eten, wat nemen. Plot bij Elga, dat mag niet. Wat bij mij? Sylvie zat bij jou, plots. Ja, blijkbaar. Wie is geblokt bij mij? Nee, Sylvie was aan jou gegaan, per ongeluk. Okay. Terwijl je moet wat redig hier gaan. Volg me, ik ben jouw superfan. Ik volg dat jouw niet. Dochter? Nee, dat is een hond. Nee, dat is een bos. Die nou opeten. Dan heb ik liever de spaghetti van Sil. De spaghetti van... Hé, hey, hondje. De spaghetti van Sil is ook heel lekker. Allee, hey, joh, dat komt. Ik volg iedereen na de live. Stan. Kijk, ze blijft komen. Met een hond wilde ook eten. En nu moet je dan niet allemaal ei zeggen. Mijn hond is gelijk mijn dochter. Hè. Hey, we moeten niet doen. Sil. Ja, ik moet daar. Wat moeten we doen? We moeten. Is dat gewoon. Dat we even zo goed met een 3. Ik dus weet niet, maar als je al een. Kom, je hebt nog 16 seconden voor iets. Als je iets geeft, dan gebeurt er iets, maar ik weet niet wat. Nee, ik weet ook niet wat. Dat is nog nooit gebeurd. Nee. Was je ooit een meisje? Mijn kleine zus is meegevallen. Ik was ooit een meisje. Ja, maar ik ben echt een jongen. Ja. Zo'n spaghetti is echt wel lekker. We zullen het nooit weten wat er gaat gebeuren. Ja, nee, want ik heb dat nog nooit gehaald. Ik ook niet. Ik heb het erop gehoord. Mensen, help eens met een hond op mijn eten pikken. Die zit gelden daar allemaal ei te zeggen, waarschijnlijk. Hè? Zag er handig uit. Ik bol het een keer af, ja, mijn gulpul. Hier, ja. Klopt allemaal. Wil je me terugvolgen allemaal naar de live? Maar ik volg niet bijna iedereen, niet bijna niet terug.
Zeg iets tegen Elga dat die hond ook moet hebben. Ja, ik ben toch aan het geven, hè, jongens, hé. Is het Polestar spaghetti? Nee, het is geen Polestar taart. Deze is ook een spaghetti. Zou ik daar beneden gaan en iets eten? Mats, waar moet je? Kom naar hier, kom hier iets eten. We hebben nog over. Ik verveel me. Dank je, Mats, voor de TikToks. Stam. Ja, ik deel echt wel met mijn moefje, hè. Zelfs moet ik pas morgen om 10 uur op zijn vertrek. Mijn bordje is leeg, mensen. Nu mag je een dessert, hè? Dat heb ik niet. Wel eens. Nee, ik doe echt geen ijs niet meer. Jij? Ik echt niet. Nee, ik heb genoeg. Als er nog over is, kom ik morgen de rest opeten. Dan gaat je echt heel snel moeten zijn, want dat is echt zo lekker. Dat wij. Je hebt een mooie muts aan. Die heb ik gekregen bij de kerstman vandaag. Wat is er nog over? Kijk. Is nog een halve pot over. Dankjewel. Ik moet verhuizen, want de batterij is bijna plat. Oei. Samba, Joni met kerst. Om te smaken. We hebben een half karton Red Bull op, ja. Dat de mensen omdat wij niet kunnen slapen. Tomatenmascarpone saus. Toen het eten hier, Zoemon. Mens, we hebben juist gedaan met eten. Wacht, ik zal het je laten zien. Ah. Nu heb ik mijn buikje vol. Alhoewel, ik kan nog wel iets eten. Nee, ik ga niet dingen. Hey, maar dat is echt wel lekker. Maar je gaat gewoon naar de lokaal en je pakt dat. Hoe noemt dat? Ja, dat ding wat ik zei. En tomatenmascarpone. Ik weet niet meer hoe je dat dan noemt. En tomatenmascarpone zelfs, je doet het erbij. Ik ga morgen naar de winkel en ga hetzelfde maken. Maar dat is echt poepsimpel. Maar je moet, in een lokaal is dat tomatenmascarpone. En dan heb je verschillende dingen. Je hebt ook gewoon ravioli en zo, maar ik pak altijd deze. Hoe noemt dat weer? Hoe noemt dat? Weet er nog iemand hoe dat noemt? Ik heb dat in de vuilzak, in de vuilbak gesmeten. Nee, het is niet tortellini, het is iets anders. Wacht zo, maar ik ga het de vuilbak halen voor u, een minuut. Het noemt. Wacht hè. Cappelletti. Wacht, ik ga een spiegelbeeld opzetten. Opzetten. Kijk. Cappelletti. Dat is echt wel lekker hoor. Ik ga het ook gaan eten. Hey, serieus, Joto, dat is echt wel lekker hoor. En dat is heel. Je weet, je gaat altijd gewoon in de winkel. Die dingen, dat spelement daar, dat pasta gedoe, moet maar 3 tot 4 minuten koken. Ik heb een screenshot genomen en ik ga het morgen zoeken. Goed, Mat. Laat mij weten wat je ervan vond. Maak er een TikTok over. Maar serieus, dat is echt lekker. In mijn taal zou je zeggen... Chichetitini. Wat? Chehitini. Wat? Chehitini. Ik eet dat soms Hallo, Bobby. bij een lekkere olie en dat is. Hey, maar je moet echt met die tomatenmascarpone zo, man. Dat is echt wel lekker hoor. Is goed, maatschap, je hoofd te koud. Over de likes. Oké, maat, ik ga je volgen, wacht, maat. Maar ik ga je op alle twee volgen, hè? Sita. Siga. Oh ja, man. Al die dames, hè. Moet je niet meer. Het gaat goed. Lucas, zijn bericht komt niet in de live. Nee, wat heeft hem gestuurd anders? Geef mij Helga dat eten. Ja, Stan, kom dan naar hier, hè, maat. Er is nog een half kastrool. En dat kost echt niet veel.
Ik denk dat het 2 euro en iets is voor een potje saus en 2 euro en iets voor dat andere gedoe. Cappelletti was het zeker. Ja. Hey, Asin, we hebben juist gedaan met eten. Ik heb een kettle TikTok met hem heel goed. En dan is het zo, we hebben elkaar ontmoet. Hè. We hebben elkaar samen op kamp gegaan. We hebben eigenlijk al heel veel gedaan. Hè. Ik ben al bij stil thuis blijven slapen. Ja. Het is een uur rijden naar u. Ja, ik heb een microgolf, ik kan het opwarmen, hè. Mats. Ah, nee, Stanny. Wow, ja, inderdaad, wow. Ik heb er zoveel zin in. Bij mij is het een half uur. Mats, waar woont jij? Een half uur, dat is niet zo ver, hè. Dus dan kunt jij wachten. Dan kunt jij Diest wonen. Als je met Instagram drukt, dan staat het op. Ah nee, een uur en een half voor Mat. Kom aan, waarom heb je dat gedaan? Zegt... Dank je wel. Zegt zo lekker. Shotten. Het was echt lekker. Oppassen. Ik ben een ik versta dat wel dat jij moet gaan slapen, dus ga maar slapen dan. Gerard, dat is ver, hè. Een uur en 18 minuten van hier, joh. Stop! Nee, Sotto. Was lekker. Maar ik ga dat morgen maken en zal een filmpje maken. Echt waar, maar serieus, tech mij daarin. Wat is het? Maar tech mijn hoofdaccount, daar heb ik meer volgers. Nee, die heeft toch honger, denk ik, maar nu mag hij echt. Die is in huis. Die mensen zijn ik ga mijn kamer doen, super. Hey, boys. Als ik kom, mag ik dan bij je slapen als ik kom? Ja, er is plaats genoeg, hè, Stan. Als jij je polletjes kunt thuis houden, mag je komen slapen. Stel dat er komt niks door van u, man. Was het gaan sturen, want dat komt niet door. TikTok houdt dat tegen. Hoe oud ben je? Ik ben heel. Ja, stel het, maar er komt niks door van u. Okay. Ik ga dat ook maken en zal er een video van maken. Goed, Sotto. Oké, okay, nu heb ik echt wel slapen. Ik heb ze gehoord. Ik heb voor de likejes. Anders, hoeveel man heb jij nu een live still? 99. What the fuck? Hoort er één. Ben ik een paaien? Ik 48, 46. Ga je een ton maken? Wat heeft superveel honger nu? Ik heb die gekregen daar bij de Coca-Cola truck. 2-1, Helga, wat wil dat zeggen? 1 voor 1. Wat 1 voor 1? Wil je de groetjes doen aan Seba? Hey Seba! Cutie pie, ik heb je toch. Ik had een hongertje. Wow, zoveel mensen in één keer. Elke rook is slecht voor je longen. Ik te slagen is slecht voor mijn psychische toestand. 1-1 op FIFA. Maar ik speel ik toch geen FIFA, ja. Liever Jager of een Black Beauty? Liever een Black Beauty. Ik heb trouwens een Black Beauty en haar naam is Kyla. Zij, Piet is hier niet vandaag. Die is al in Spanje. Wie is in Spanje? Sinterklaas? Ja, een slimme Piet, hè? Als jij kom, 1-1. Maken, dan... Dat is goed. Ik vroeg Lucas hetzelfde, maar ik zei zo... Ah ja, waar is Lucas? Lucas. Ja, Kyla noemt ze. Ja, gezondheidswaarschuwing. Het is echt een mooi... Een mooi negerinneke. En nu mocht je dan zeggen tegen mij dat ik een ding ben, maar dat interesseert me toch helemaal niet. Er stond nog iced tea van kerst op mijn tafel, niet te drinken. Wacht, Lucas. Allee, wil je plezier op een Leo? Hey, pak je Leo eens mee boven, maat. Ik ga nog een keer. Het was Lucas toch, hè, dat ik moest moderator maken, hè? Wat is deze nu? Weer. Hebben een leuke live? Ik ga die pakken. En een hele ton en uitdelen heel West-Europa ter ere van Helga.
Ben je soms in Brugge? Nee, nooit. Woon je in een huis of een appartement? Een huis. Joekie, ik blijf eens beneden. Juna, kom. Mijn hond wil bij Iris mee boven. Gelukt. Ja, je bent moderator, Lucas. Hé, hey, Matthijs. Monika, wanneer is het eigenlijk... Oud, omdat ik mijn muts aan heb. Hé, hey, Cleo, je hebt mijn haar nog niet gezien. Wil jij mijn haar niet komen afscheren? Ben je soms in Eindhoven? Nee. Binnenkort zit ik in Duitsland. Roken in huis, dat is mijn huis. Ik ben met de volgende. Ik ben over een tijd terug met mijn ex in Brugge geweest. Moet je... Cutie, moet je mijn haar zien? Ik heb echt iemand nodig, ben tondeus, die dat kan in orde brengen. Ik kom. Ik heb nu kan met een dag niet... Mogen we uw kind zien? Mijn kind ligt in de nest. Wat dat er is met mijn haar, cutie pie, serieus. Hé, hey, Juna, kom eens beneden. God, mijn hond is daar boven aan het waggelen. Kijk, hè. Niet lachen, hè. Cleo, ik zweer u, als je laagt... Kijk. Daar is toch niets meer van te krijgen, man. Ik ga die pasta gebruiken om te diëten, Helga. Je maakt me gek. Maar die pasta kun je niet diëten. Hé, hey, Cleo, kom uit tondeus. Ja, kom serieus, kom maar. Ik heb een tondeus? Stan, kom maar naar of scheer, serieus. Je moogt echt vf, zo, nieuw, alles eraf. Stan. Ben je soms in mijn zeik? Nee. Dat is toch niet erg? Hé, hey, serieus. Kom een spelletje spelen. Wat spelletje gaan we spelen? Hé, hey, Stelte, kom toch gewoon naar hier, man. Vraag dat nu af, je bij mij. Ik ga morgen naar de kapper. Oh, mijn kapper ging naar mijn huis komen, maar die is gewoon niet gekomen. Ik heb een giletje. Ja, Mats. Ja, Mats. Kom maar, Mats. Kom, die doen met die giletje. Kom jij af. Maar ik weet je adres niet, Mats. Welke kant van Herik woont jij? Juist al gekleurd, morgen schijn. Ik ga mij ook terugkleuren. Ik heb er 5 liggen. 1 van de 5 werken normaal. Gewoon volledig kaal. Maar ja, tuurlijk. Gewoon volledig kaal. Maar ik moet dat eerst even aan Kyla vragen. Donk? Waarin donk? Zit... Oké. Ik ga die muts terug opzetten. We zijn een team muts. Helga, heb toch een vuurtje voor je haar? Hey, ik ga echt mijn haar niet in de fik steken. Kom, Joekie. Hey, kom bij mama liggen. Kom. Mijn hond is een beetje naar de baan kwijt. Hoezo moet je dat eerst vragen? Ik moet je horen of dat mijn vriendin dat wel goed vindt. Hè? Gelukkige verjaardag, Bert. Mijn haar nu ook. Nee. Is het kort bij Kian? Jij en Bol hebben een mooie muts. Ik en Bol, ja. Dat is. Snap wel, Cleo. Je bent zo knap, oh my god. Dankjewel. Echt waar, jong. Je zit niet met een live geweest. 2 minuten fietsen van bij Kian. Helga, pak een schaar. En wat moet ik met die schaar doen? Kien! Ze willen mijn haar komen afscheren. Is dat tegen mij dat je dat zegt? Is dat nu echt... Wacht, ik ben even aan het reageren op privé. Is dat nu tegen mij dat je dat zegt? Mijn haar knippen. Ja, waarom? Waarom? Ik ben hier niks verkeerd op. Ik rook nooit. Nee, je moet daar echt niet bij beginnen. Was er weer echt oprecht. Man, topper. Hey Amber, dank je voor de likes. Hey, Stan, iemand mijn schaar, mijn haar knippen. Ik heb hier geen haarschaar. Je bent live met iemand. Ja, dat... Maar dat is niet waar. Die komt regelmatig in mijn live. Wat zeg je nu? Ga even spaghetti maken. Nee, ik ga het niet doen. Mijn gewoon schaar lukt dat ook. Heb je mijn schaartje gezien? Daar kan ik echt mijn haar niet beknippen, mensen. Nee, ik kan ze niet krijgen, maar ik moet ze ook niet krijgen. Ik moet alleen u hebben. Nee, ik kan niet koken. Wanneer de live is, over 20 jaar.
Nee, ik ga mijn live pauze, want deze is niet echt waar. Ik krijg hier berichten omdat er iemand in mijn live geweest is, want dat hij regelmatig in mijn live komt. Ik ga mijn live afsluiten, goed? Dankjewel. Slap wel. Slap wel. Hartje, we love you. Ja, ik heb de live ook afzetten, dat ik mijn live voor Ellen ga gaan. Dus, de zesde iemand live bij mij gaat. Hoe gaat ie? Het gaat wel goed. Ik heb 13,1k likes, dat vind ik al goed. Hey, wel, Martie. Ik kom zo terug. Nee, ze heeft gezegd dat ze wegging. Dus ze komt niet meer terug. Zoveel kijkers. Ja, ik had inderdaad heel veel kijkers. Maar ik ga de laatste.